Hallo, welkom dat je live kijkt of wellicht op een ander moment naar de webinar Boer aan de basis van de Biobased Economy. Mijn naam is Roel Clement en ik werk bij ZLTO. En samen met Innovatiesteunpunt organiseren we deze webinar. De webinar duurt circa 60 minuten. En wordt live opgenomen vanuit de Euro Biobased Training Center hier in Terneuzen. Na een korte inleiding van mijn kant op het thema hebben we vandaag 4 sprekers. Dat zijn Han van Os, programmamanager Center of Expertise Biobased Economy uit Nederland. Sophie Dobbelaar, managing director Flanders Biobased Valley uit België. Caroline van der Heijden, adviseur milieubeleid Boerenbond uit België. En tenslotte Jana Roels, consulent bio-economie van Innovatiesteunpunt uit België. We eindigen deze webinar met een forumdiscussie waarbij we de verschillende sprekers vragen om in te gaan op diverse stellingen. Zelf heeft u ook de mogelijkheid om te reageren. Gebruik hiervoor de chatbox aan uw rechterkant. Dan brengen we deze vragen in. Terug naar het thema. De boer aan de basis van de biobased economy. Boeren zijn vanuit vroege traditie producenten van voer en van voedsel. En in een voortdurende zoektocht naar nieuwe verdienmodellen voor boeren en tuinders biedt de biobased economy een kans. Door de productie van hoogwaardige grondstoffen voor nieuwe biobased producten, naast de productie van voer en voedsel. De boer is de belangrijkste producent van biomassa en vormt daarmee en levert daarmee de bouwstenen van een bio-economie. Maar zijn deze boeren wel voldoende aangesloten in de transitie naar een bio-economie? En hoe benutten boeren en tuinders de potentie die de biobased economy biedt? Daarom organiseren we deze webinar en hebben een interessant aantal sprekers voor u. Graag geef ik het woord aan Han van Os. Goeiedag. Dankjewel Roel voor het welkom. In algemene zin wil ik graag inderdaad in de basis zeggen dat ik het mooi vind om vandaag te kunnen praten over de rol van de boeren. Want uiteindelijk biomassa wordt door boeren geproduceerd en de bodem is toch de basis van de bio-economie. Dus als het daarom... Wat is nou die Biobased Delta? Want uiteindelijk is dat de organisatie die in Zuidwest-Nederland de kar trekt. Nou, dat is een samenwerking van partijen die zowel uit de provincies komen, als die uit de bedrijven komen, als die uit de kennisinstellingen komen. Dus dat wil zeggen juist makkelijke link naar de havens in de regio, maar ook inderdaad juist partners uit agro en uit chemiewereld om die twee met elkaar te verbinden. Ik ben ineens helemaal door. Ik weet niet wat hier gebeurd is. Mijn excuses voor het korte onderhoud, voor het korte stopje. Een duidelijke agenda is gemaakt vanuit de Biobased Delta. En in dat manifest wat daar is opgesteld voor de collegeonderhandelingen bij de provincies zijn ook een aantal duidelijke keywords neergezet. Ten eerste een bijdrage leveren aan die transitie naar die biobased economy toe. Dat kan juist vanuit een samenwerkingsverband zoals dat hier bij elkaar staat. En dat betekent dus ook dat we daarmee juist werken aan die klimaatakkoorden, aan die grondstofakkoorden en energieakkoorden die juist in Nederland zo belangrijk zijn op het moment. De Biobased Delta is daarvoor een ideaal conglomeraat of een samenwerkingsverband, omdat we zoveel coalities hebben. Eentje daarvan is met Flanders Biobased in Vlaanderen. Maar dat geldt bijvoorbeeld ook met internationaal gezien de mensen in Noord-Rijn-Westfalen. Dat geldt bovenregionaal met andere regio's. En dat geldt binnen de regio met al deze partners. Dus we kunnen wat bereiken met deze club. En dat is mooi. Dus dat gebeurt in allerlei locaties. De locatie waar we nu zitten is er eentje van. Dat is het Biobased Europe Training Center, waar heel veel gebeurt hier rondom de regio Gent-Terneuzen. Dat gebeurt in een locatie Kolijnsplaat, waar de Rusthoeve zit. De Rusthoeve is bezig met allerhande teelten om daar de waarde van te onderzoeken. Interessant juist voor hetgene wat we vandaag doen richting de akkerbouwers. En we doen dat met allerlei kennisinstellingen, bijvoorbeeld die applicatiecentra hebben. Waar dingen getest kunnen worden, waar demonstraties kunnen worden gedaan. Om te kijken wat ook weer de toepassingen zijn die mogelijk zijn. Dus ook er gebeurt veel in al die toplocaties. En in dat verhaal is de Biobased Delta echt de aanjager van allerlei projecten. De projecten zijn daarbij bijvoorbeeld op infrawereld. Wat interessant is, omdat je daar vezels kunt gebruiken in allerlei toepassingen met bruggen, met wegen. Als het gaat om biobitumen, een nieuw thema binnen de Biobased Delta. En daarmee zie je ook meteen, en dat is een belangrijk in het verhaal, dat de Biobased Delta de verbinding maakt tussen de chemiewereld en de agrowereld. Dat is al langere tijd het geval. Misschien dat mensen van het verleden weten dat er een stelling was waar agro meets chemistry. Dat was een aantal jaren geleden de startslogan van de Biobased Delta. Tegenwoordig zitten we meer in een algemener verhaal en vinden we echt die transitie naar die circulaire biobased economy heel belangrijk. Het zegt vooral veel, en dat maakt hem vind ik wel lastig in dit verhaal, dat de Biobased Delta in eerste instantie de connectie heeft met grote bedrijven. Als u ziet hier op dit rijtje, COSUN, RWE, Cargill, Sabic en Dow. Dat zijn de grotere agrarische schuine streep chemiebedrijven. Eigenlijk op dit moment is de link naar de boer, de agrariër, akkerbouwer, veeteeltmensen, is op dit moment nog helaas te beperkt. En dat is wat mij betreft nog iets waar we hard aan moeten werken. Dan ga ik nu graag over naar de club waar ik zelf voor werk. Dat is het Center of Expertise Biobased Economy. Dat is een onderdeel dus van die Biobased Delta. En wij zijn daarin een samenwerkingsverband tussen HZ en Avans. En proberen juist in het onderwijs heel veel biobased te introduceren. Dat wil zeggen, zoveel mogelijk studenten meenemen in dat biobased verhaal. Economie, chemie, bouwstudenten, nou ga zo maar door. Om die inderdaad tijdens hun opleiding al bekend te maken met biobased economy. En dat doen we juist ook door onderzoek uit te voeren. En dat doen we allemaal samen met bedrijven. Bedrijven die vanuit allerlei verschillende sectoren komen. En ik ga er een paar voorbeelden van noemen. Die voorbeelden die worden juist, laat ik eventjes eerst beginnen met de successen die we daarin hebben. Want daarin worden al die voorbeelden ook benoemd. U kunt hier een aantal verschillende voorbeelden zien. En dat is onder andere onze MOOCs die we gemaakt hebben. Massive Open Online Courses. U kunt daarvoor inschrijven. U kunt zich melden via de website van het Center of Expertise. En vervolgens kunt u zich aanmelden voor deze MOOCs. U kunt ook met de lectoraten contact opnemen. En ik zou u vooral willen wijzen op onze updates. Die zijn al via de website benaderbaar. En op de laatste pagina zult u de link naar de updates nog eens kunnen zien. Dus als u straks de slides kunt gaan bekijken, want die kunt u later natuurlijk terugzien, dan kunt u ook de link naar die updates vinden. Meld u zich vooral aan, of wil ik alvast zeggen. Nou, een paar concrete voorbeelden die wij hebben binnen het Center of Expertise zijn bijvoorbeeld als het richting het agrarische bedrijf gaat. In het lectoraat Biobased Energy, wat een van die lectoraten is die linksboven staat, hebben wij al projecten die zowel de akkerbouwer als de veeteelt raken. Kleinschalige bioraffinage, een belangrijk thema. Daar moeten we juist veel meer mee gaan doen in mijn beleving. En op dit moment wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn. We zijn bezig met chemiestudenten om te kijken naar ammoniakemissies van pluimveemest. Nou, interessant thema, want daar zit juist in Brabant zijn er veel pluimveebedrijven. En betekent dat je moet kijken van hoe kun je die emissies inderdaad goed beperken. Binnen het project Agri Food Capital, mestverwaarding, nog een mestproject, is bijvoorbeeld geconcludeerd dat je mest zo vers mogelijk moet bewerken. Een hele belangrijke om juist te kijken hoe kun je juist de mest zo goed mogelijk inzetten weer voor die biobased economy. COSUN, ook bij ons, een belangrijk bedrijf. En dat is natuurlijk wel een bedrijf van de suikerbietenboeren in de regio. Daarmee kijken we naar bio-energie. Maar we kijken ook naar de verwaarding zoveel mogelijk van de suikerbiet in zijn geheel. Dan is er een mooi project over uien. Maar ook daar, dat heet waardevol ui. Ook daar zie je dat we vooral met de verwerkers in gesprek zijn. En ik zou het zo mooi vinden om juist ook met de akkerbouwers zelf in gesprek te zijn. Met de Rusthoeve, net al genoemd, hebben we veel samenwerking. Onder andere over kleinschalige bioraffinage. Willen we in de toekomst echt nog stappen zetten. En bij Biobase Bouwen, als laatste voorbeeld wat mij betreft, kijken we bijvoorbeeld naar allerlei vezels. Vlas, hennep, om te kijken wat zijn toepassingen, mogelijke toepassingen die daar kunnen gebeuren. En Van der Beeld is bijvoorbeeld een mooi bedrijf hier uit Zeeuws-Vlaanderen. Maar Van der Beeld is ook niet echt het vlasbedrijf, de vlastelers, maar weer een bedrijf juist inderdaad die met vlas aan de slag is. En wat mij betreft ook mooi om inderdaad de hele keten aan tafel te krijgen. De resultaten daarvan zijn via de website te vinden, dat zei ik al. Kijkt u er vooral naar, want ik vind het een mooie kans om verder met elkaar in contact te komen. Dit waren een paar gedachten die bij mij opkwamen. En dan heb ik tenslotte hier nog een paar statements over de rol van de boeren in de biobased economy. Die wat mij betreft wel een beetje vooruitlopen op de discussie van zometeen. Op dit moment, en dat lijkt me dan logisch, is die rol nog beperkt. En zijn we vooral met verwerkers in gesprek. De Rusthoeve heb ik daarnet genoemd. Belangrijke plaats om juist de teelten te krijgen. Mooie samenwerking met ZLTO. En dat betekent juist dat daar natuurlijk naar het boerenbedrijf toe een prima link bestaat. We hebben een goede link ook, die heb ik net niet genoemd, naar de agrarische scholen in het Brabantse en in Nederland. Want daar gebeurt natuurlijk heel veel onderzoek, ook juist rond het agrarische bedrijf. En conclusie wat mij betreft, kansen zijn er, daarover misschien later meer. Maar de kern is dat de boer onderdeel van het verdienmodel moet worden. Die wil ik alvast als statement neerleggen voor straks. Wat mij betreft was dat mijn inbreng. Oh. Hallo, welkom ook van mijn kant aan deze webinar. Ik ga heel kort eventjes onze organisatie toelichten aan jullie, wat wij precies doen. En dan wil ik vooral een beetje focussen op wat onze visie is, hoe wij eigenlijk de rol zien van de landbouw in die ganse biobased economy. Nu, wij zelf zijn een VZW, een stichting zeggen ze in Nederland denk ik, Flanders Biobased Valley. En wat doen wij? Wel, dat is gewoon de biogebaseerde economie in Vlaanderen ondersteunen. Dus zowel bedrijven, kennisinstellingen, iedereen die ermee te maken heeft, met elkaar in contact brengen en daar proberen activiteiten en economische groei te ontwikkelen. Zoals je kan zien, coveren we gans Vlaanderen en dat is ook nodig, want op dit kaartje bijvoorbeeld zie je een overzicht van biogebaseerde bedrijven in Vlaanderen. En zoals je kan zien, liggen die ook over de ganse streek, gans Vlaanderen verspreid. Waar focussen wij op? Wel, we kijken zowel naar de grondstof zelf en dan specifiek de omzetting van die grondstoffen. En dat kunnen primaire grondstoffen zijn, maar ook nevenstroom of afvalstromen zijn. En we kijken naar omzetting in verschillende productcategorieën. Je ziet ze hier staan. In grote lijnen zijn dat biomaterialen, bio-energie en biochemicaliën. Nou, dit is de verkeerde slide. Ik ga even door. Oké. Om eventjes kort te duiden, want ik weet niet in hoeverre dit ook duidelijk is voor iedereen die meeluistert. Hier zie je een schemaatje van de bio-economie in totaal. Linksbovenaan zie je het globale schema. De bio-economie behelst de productie van biomassa en daarnaast ook het gebruik van biomassa. Waar wij met onze organisatie op focussen is het onderste luik, de biogebaseerde economie. Dat is eigenlijk het stukje niet-voeding binnen de bio-economie. Dus het luik biogebaseerd zijn alle industriële toepassingen naar materialen en naar energie. Gewoon om duidelijk te stellen, dat is het stuk waar wij op focussen. Ja. Om eventjes te schetsen ook, er is de omschakeling van fossiel gebaseerde economie naar een biogebaseerde economie. We zijn er ons allemaal van bewust ondertussen dat die gaande is. En niet in het minst omwille van de klimaatimpact die er is, waar momenteel toch veel aandacht naar gaat. Belangrijk daarbij is dat die omschakeling ook een omschakeling naar grondstof en technologie met zich meebrengt. Zoals je kan zien in de fossiel gebaseerde economie, waar het vooral fossiele grondstoffen die de basis zijn, zoals petroleum, en waar een specifieke technologie voor ontwikkeld werd, namelijk de chemie, willen we daar omschakelen naar hernieuwbare grondstoffen, zoals het gebeurt in de biogebaseerde economie, dan moeten we ook technologieën aanpassen en dan kijken we eerder naar industriële biotechnologie als technologie en groene chemie. En je kan het dus al zien, in die omschakeling, daar staat als voorbeeld voor grondstoffen tarwe of maïs. Uiteraard, die komen van de landbouw. Dan zie je al direct dat daar een belangrijke rol voor landbouw weggelegd is in die omschakeling naar de biogebaseerde economie. Wat kunnen we nu in die biogebaseerde economie uit al die grondstoffen maken? Wel, zoals je kan zien, een hele race aan producten. Brandstoffen, chemicaliën, plastics, detergenten, voedselingrediënten, maar ook composieten of constructiematerialen. En we kunnen dat doen uit een hele race aan grondstoffen. Dit schema is nogal complex. Het is niet de bedoeling om daar door te gaan, maar het geeft gewoon aan. Links kan je zien de verschillende grondstoffen die gebruikt kunnen worden. En dat kunnen dus oliehoudende gewassen zijn. Dat kunnen suikerinhoudelijke planten zijn. Suikerbiet bijvoorbeeld. Dat kunnen zetmeelhoudende planten zijn. Dus primaire grondstoffen die omgezet worden in allerlei producten, die je aan de rechterkant ziet. Dat kunnen ook de nevenstromen zijn. De lignocellulose, zoals daar aangeduid staat, zijn eigenlijk vezelrijke nevenstromen die wij ook als grondstof kunnen gebruiken in de biogebaseerde economie. Om maar aan te geven dat het dus een heel diverse waaier aan grondstoffen is, die kan omgezet worden in een heel spectrum aan producten en materialen. Nu, biomassa als grondstof is interessant. Het is hernieuwbaar, dat is zeker een belangrijk voordeel, maar dat wil niet zeggen dat het onbeperkt is. We weten allemaal, en we zien dat ook, als je ziet naar al die grondstoffen, dat er onvermijdelijk concurrentie komt tussen die biomassa voor de verschillende toepassingen. Er is concurrentie voor toepassing in voeding, in veevoeding, maar uiteindelijk ook in het toepassen als bio-energie of in industrieel gebruik. En eigenlijk is het niet zozeer competitie voor de grondstof, maar ook uiteindelijk competitie voor de grond. Want je kan grond nu eenmaal maar eenmaal gebruiken voor een bepaald gewas, dus je moet goed kiezen op voorhand of een selectie maken waar je die zal voor inzetten. Doe je dat voor voedselproductie? Doe je dat voor de productie van veevoeder? Voor de productie van brandstof bijvoorbeeld, in energievoorziening, of voor materialen en chemicaliën bijvoorbeeld. En dat is natuurlijk het stuk waar wij vooral naar kijken, de toepassing van die grondstoffen naar materiaal- en chemicaliënproducten. Als we kijken naar het huidige gebruik van biomassa, dan zie je hier een overzichtje, een studie die NOVA ooit gemaakt heeft een paar jaar terug, dan kan je eigenlijk zien dat momenteel bijna 3/4 van alle grondstoffen die geproduceerd worden naar veevoeding gaan. En slechts nog minder dan 1/4 gaat daarvan naar voeding. En als je dan kijkt naar materialen, dat is dan nog veel minder. 4% van alles, het areaal van wat geproduceerd wordt gaat naar materialen en 3% naar energie, of 3-4% naar energie. Dus het is duidelijk, als wij willen meer gaan inzetten op materialen, zoals wij in de biogebaseerde economie willen doen, dat daar een verschuiving zal komen of een concurrentie zal komen tussen die verschillende toepassingen. Nu, NOVA Instituut heeft ook een andere studie gedaan om eens te kijken van hoeveel biomassa hebben wij eigenlijk, wat is het potentieel en naar de toekomst toe, hoe zien we dat veranderen? En dat kan je zien, links maken ze een inschatting van de voorziening aan biomassa volgens verschillende scenario's. Of je nu gewoon zoals gewoonlijk verder doet of toch gaat proberen om meer landen in gebruik te nemen, meer landbouwgrond in gebruik te nemen en efficiëntere teelten te gaan zetten. Dan kan je daar toch wel een toename in biomassa zien. Als ze dan kijken naar de vraag naar biomassa aan de rechterkant in de grafiek, En dan kan je zien dat ze daar vooral een toename verwachten in het gebruik van die grondstoffen voor materialen. Materialen en energie ook in enige mate. Dus zij zien daar toch wel naar de toekomst toe een toenemende vraag naar landbouwgrondstoffen voor materialen. Nu, zoals ik al zei, er zijn competities tussen de verschillende toepassingen. Een geldend principe om eraan tegemoet te komen is algemeen gekend, is het cascadeprincipe, waarbij je vanuit gaat dat je de grondstof die je hebt zo goed mogelijk gebruikt voor de meest hoogwaardige toepassing, zijn de geneesmiddelen bijvoorbeeld, of ook naar voeding en veevoeding. En pas in latere instantie naar minder hoogwaardige toepassingen, en helemaal onderaan zie je dat staan, energie bijvoorbeeld, brandstof en energie. Toepassingen, maar ook aan de grondstofkant, brengt dat keuzes met zich mee. Hè. De teeltkeuze bijvoorbeeld, zet ik een voedingsgewas of een energiegewas? En dat is dus een vraag waarin dat de rol of de communicatie met de landbouw wel belangrijk is. Bijvoorbeeld, stel we zetten een voedingsgewas, die zijn natuurlijk het hoogst in opbrengst en efficiëntie, als je daarnaar kijkt. Die zijn ook interessant voor de biogebaseerde economie. En indien van nood kan je ze nog altijd gebruiken als reserve bij een voedselcrisis bijvoorbeeld. Dus dat kan een insteek zijn om te overwegen om voor het een of het andere gewas te kiezen. Maar ik denk dat hier ook al duidelijk komt dat communicatie tussen grondstof en toepassing wel belangrijk is. Nog eentje dat ik erover wil meegeven is over teeltkeuze. Het is zo dat verschillende teelten verschillende opbrengsten en efficiënties hebben en bepaalde streken zijn helemaal meer... beter geschikt om bepaalde teelten te kweken dan andere. En ik denk dat het toch belangrijk is om in het hele verhaal ook te kijken naar waar een regio zelf goed in is. En niet gewoon denken van in principe, ik geef als voorbeeld, voedselgewassen mogen niet meer gebruikt worden als grondstof voor biogebaseerde materialen of brandstoffen, omdat het voeding is. En men moet proberen om zoveel mogelijk niet-voedingsgewassen daarvoor te gebruiken. Nu, als je kijkt in dat schema bijvoorbeeld, dan zie je in het geval van Europa bijvoorbeeld dat suikerbiet, als je kijkt naar opbrengst, onderaan op de x-as zie je de opbrengst in ton per hectare, dan zie je dat suikerbiet daar bijvoorbeeld ontzettend goed scoort. De beste van alle gewassen die in het grafiekje staan, beter dan suikerriet zelfs in Brazilië. Maar suiker is een voedingsgewas. Dus dan stelt zich de vraag, moeten we inderdaad die suiker enkel gebruiken voor voedingstoepassingen of kunnen we daar ook een toepassing zien in industriële toepassingen? Dat is een discussie die openstaat en die waar zeker eens moet over nagedacht worden. Het is belangrijk om te kijken waar je goed in bent en daarop te focussen en niet zozeer de moeilijkere weg nemen, zoals bijvoorbeeld nevenstromen gaan gebruiken, want dat is waar de richting waar nu in geduwd wordt. We gaan geen voedingsgewas gebruiken, we gaan nevenstromen gebruiken, stro bijvoorbeeld. Wat wel veel moeilijker is als grondstof om er uiteindelijk producten van te maken dan een primaire grondstof zoals suiker is. Om af te sluiten wil ik nog gewoon een paar waardeketens voorstellen waar wij potentieel zien op korte termijn en middellange termijn in Vlaanderen. We hebben een tijdje terug een roadmap gedaan rond industriële biotechnologie. Dat is dus de technologie die nodig is om hernieuwbare grondstoffen om te zetten in chemicaliën en producten. Uit die roadmap kwamen een aantal ketens waarvan wij denken dat die potentieel geven in Vlaanderen toch. De eerste daarvan bijvoorbeeld is de productie van fijnchemicaliën uit suikers, zetmeel en andere hernieuwbare grondstoffen. Dus dat gaat hier wel degelijk om primaire grondstoffen. Een zeer belangrijke grondstof voor industriële biotechnologie, ook zeer makkelijk. Alle fermentatieprocessen starten eigenlijk uitgaande van suiker en zijn daarop geënt. We zien daar een aantal negatieve factoren, zoals de prijsconcurrentie, moeilijke toegang tot grondstoffen of investeringskosten. Maar goed, we denken wel dat daar heel veel potentieel zit en kansen zijn om nieuwe markttoepassingen te gaan creëren, uitgaande van deze primaire grondstof. Een tweede bijvoorbeeld is het gebruik van tweede generatie suikers als grondstof. Met tweede generatie bedoelen we dan suikers die niet uit primaire grondstoffen komen, maar uit afvalstromen bijvoorbeeld. Nevenstromen van de landbouw, zoals stro, dat momenteel niet gebruikt zou worden, kunnen wij gebruiken als grondstof om materialen en producten van te maken. Maar zoals ik al zei, dat is iets moeilijker als je van primaire grondstoffen vertrekt. Nu, beide grondstoffen zijn afkomstig van de landbouw. Dus daar opnieuw zie je de belangrijke rol die de landbouw speelt als we die waardeketens willen waarmaken in Vlaanderen. En dan uiteindelijk, twee puntjes die ik nog... Het eerste is misschien minder relevant hier. Dat gaat meer over de technologie, het ontsluiten van de grondstoffen om die voor zoveel mogelijk producten te kunnen inzetten. Maar het tweede puntje is wel relevant hier. Dat gaat over logistiek van de grondstof. Ik heb al gezegd dat het maken van producten uit afvalstromen voor ons veel potentieel heeft in Vlaanderen. Maar dat brengt behoorlijk problemen met zich mee. In die zin dat logistieke haalbaarheid daar wel een probleem kan zijn. Vaak liggen die nevenstromen nog verspreid over het land, op het land zelfs nog, niet altijd verzameld. En het wordt best een uitdaging om die inzameling daarvan te kunnen uitvoeren, om die stoffen te kunnen verzamelen, om ze uiteindelijk te kunnen inzetten als grondstof. Dus technisch gezien biedt zoiets veel mogelijkheden en veel potentieel, maar de haalbaarheid daarvan is nog een vraagteken en moet eigenlijk uitgetest worden op grote schaal om te zien of zoiets wel kan georganiseerd worden. Ja, dat was mijn insteek tot nu. Verdere vragen horen we straks dan wel. Hallo, welkom van mijn kant. Ik ben Caroline van der Heijden. Ik ben adviseur milieubeleid bij Boerenbond. Boerenbond is de belangenorganisatie in Vlaanderen. Wij vertegenwoordigen een 15.000 land- en tuinbouwers. En daarbij zetten wij sterk in op belangenbehartiging, maar ook vorming en dienstverlening. En ja, bij de start van de bio-economie hebben wij heel goed de koppen bij elkaar gestoken en goed nagedacht over wat nu ons standpunt is als sectorfederatie daarover. Want bio-economie, dat biedt natuurlijk nieuwe kansen, omdat het nieuwe afzetmarkten verzorgt. Maar zoals ook gezegd door Sophie, biomassa is een kostbaar goed. Het is hernieuwbaar, maar het is niet onuitputtelijk. Dus er moet goed worden nagedacht voor wat het wordt voor wat het juist zal worden ingezet. Sophie heeft daarnet verwezen naar het cascadeprincipe. Ook wij hebben daarover nagedacht. En vanuit de land- en tuinbouw is het voor ons belangrijk om eerst in te zetten op voedsel, dan veevoeder. En dan pas eigenlijk de biomassa in te zetten voor hoogwaardige toepassingen in de bio-economie. Namelijk eerst de biomaterialen, misschien zelfs eerst de biochemicalen. En dan uiteindelijk als laatste stap maar die biobrandstoffen. Daarbij is wel belangrijk natuurlijk dat vraag en aanbod de prijs bepalen. Maar misschien dat er zelfs marktsturing voor nodig is om effectief ook dat cascadeprincipe te hanteren. Want op zich, ik vond het wel, het is wel heel belangrijk inderdaad om hoogwaardig in te zetten. Maar je moet ook kijken naar het totale plaatje. En als je alle materiaal, primaire productie gebruikt eigenlijk voor die bio-economie, dan komt er ook wel effectief een grote concurrentie met voedsel. En dat mag vanuit ons niet het geval zijn. Voor ons is daarom heel belangrijk om zoveel mogelijk naar die reststromen te gaan. Die zijn misschien wel moeilijker te verwerken, maar uiteindelijk leveren zij dan uiteindelijk nog een meerwaarde op. Maar ook daar moeten we wel nog goed kijken dat we dan ook voldoende nutriënten en koolstof voor onze eigen velden nog in de bodem kunnen behouden, zodat daar ook de vruchtbaarheid kan gegarandeerd worden. En ons standpunt is natuurlijk dat de landbouwer moet betrokken worden in de ganse keten als volwaardige partner, niet louter de leverancier van de grondstoffen, maar ik denk dat dit eigenlijk een standpunt is dat iedereen hier vandaag wel zal aannemen. Het moeilijke zal zijn hoe dat we dat gaan bewerkstelligen. En daar ben ik ook wel benieuwd naar. Ik denk dat dat van in eerste instantie nu voldoende is. Goedemorgen, ook welkom van mijn kant. Ik ben Jana Roels, ik werk als consulent bij Innovatiesteunpunt. Innovatiesteunpunt is een projectorganisatie specifiek voor de land- en tuinbouw en voor de plattelandswerking. We werken op ondernemerschap, maar ook op een aantal technische thema's, waaronder de bio-economie. Ik heb al heel veel gehoord vanuit de industrie en dat was al heel leerrijk voor mij ook. Ik ga eigenlijk gewoon een aantal praktijkvoorbeelden toelichten, ter inspiratie ook een beetje. Je gaat ook zien dat die meer vanuit de boerenkant komt. Die werken vanuit een noodzaak of vanuit ze zien een reststroom of ze zien een opportuniteit waar dat zij ook zelf op willen inzetten. Het eerste voorbeeldje is Haspengouw Cubes. De Haspengouw Cubes werden ontwikkeld door Bart Toons. Die richtte een start-up op Haspenwood. Vanuit de vaststelling dat er eigenlijk jaarlijks een 800.000-tal bomen, appelbomen, moeten gerooid worden om de productie continu te houden van de appels. En dat is enkel in de regio Haspengouw. En zij wilden daar iets mee doen, omdat zij die biomassa zagen en daar wel kansen mee zagen. En zij zijn eigenlijk, onder andere, ze hebben heel veel producten ontwikkeld. En één voorbeeld daarvan zijn de cubes zelf. Dat zijn kaarsen die bestaan uit houtsnippers van de appelboomgaarden en paraffine. Nu, de drijfveer daarvoor was dus die 6% boomgaarden die jaarlijks moeten vernieuwd worden. Dat gaat om 30.000 ton hout. En de kost was daar ook een belangrijke rol in. Dat is namelijk €20.000 per hectare voor het rooien van de bomen, maar ook voor het heraanplanten van de nieuwe bomen. En we zien ook pas na 3 jaar terug opbrengst van die nieuwe aanplant. Momenteel, of toen werd het hout gebruikt voor versnippering op het veld en voor het koolstofbehoud, wat dan nog altijd een belangrijke is. Maar een groot deel werd ook gewoon opgehaald om te verbranden. Het productieproces van de cubes gaat als volgt. Ze zamelen het hout in, waarbij dat ook geregistreerd wordt waar dat het hout vandaan komt, uit welke boomgaard. Het hout wordt versnipperd en gemixt met paraffinechips en wordt geperst in een kubus, waarbij dat ze een brandholte gaan maken om minder rookontwikkeling te hebben. Vervolgens worden die gestapeld en gelabeld, waarbij dat de exacte origine dan ook kan nagegaan worden. Het hoofddoel voor die kaarsen is tweedelig. In eerste instantie, in de winter zijn de bloesems heel gevoelig voor vorst. In de lente, sorry, als de bloesems uitkomen, kan het soms gebeuren dat er nog vorst optreedt. En dan moet er verwarmd worden in die boomgaarden. En die kaarsen kunnen daarvoor gebruikt worden. Een andere mogelijkheid is ook als buitenkaars of als decoratie eigenlijk. Een tweede voorbeeldje is Hemp in a box. Hemp in a box werd opgericht door Mathieu Hendricks. Mathieu was tot 5 jaar geleden melkveehouder. Maar met de melkcrisis zag hij wel een kans om een nieuwe richting uit te slaan. Hij leverde al strobalen voor de bouwindustrie. En op die manier is hij op zijn idee gekomen van kalkhennep te maken. Het proces van kalkhennep is heel arbeids- en tijdsintensief. En zij hebben een nieuwe methode ontwikkeld waarmee dat ze dat veel sneller kunnen doen. En zij leveren eigenlijk bouwmaterialen voor de nieuwbouw, renovatie en isolatie. Er zijn een aantal foto's, dus zij gebruiken niet de volledige plant. Zij gebruiken eigenlijk rechtsboven de foto is de hennepscheef. Die zij daarvoor gebruiken. En de hennep wordt geoogst op zijn gaarden, op zijn velden. Wordt naar Frankrijk gevoerd voor de verwerking, omdat ze hier in België nog niet de installaties daarvoor hebben. En die wordt dan teruggebracht tot bij Mathieu om de kalkhennep zelf te gaan maken. De voordelen van de kalklijm zijn heel breed. Het is in eerste instantie een ecologisch alternatief voor de bouwindustrie. Het toont ook aan dat er een heel goede CO2-balans is. Hennep slaat heel veel koolstof op, ook in de wortels, en die wordt in de grond vastgelegd. Dus qua klimaatverhaal zitten zij ook heel goed. Het is energiezuinig. Het is ook heel vochtregulerend voor een huis. Het is ook gezond en biedt een goede akoestische isolatie. Ze hebben ook bij Vito onder andere, ik denk dat er een aantal deelnemers zijn van Vito, hebben zij een aantal testen laten doen om ook de brandveiligheid te verzekeren en die vochtregulatie onder andere. Goed, dat was mijn toelichting. Ik denk dat we nu over gaan naar de stellingen die we gaan doornemen en discussie. Als er vragen zijn, aarzel niet van die al in de chatbox te droppen. En dan kunnen we daar zeker op terugkomen met jullie, met onze sprekers. Oké, de eerste vraag, de stelling die ik al voorleg aan Han, is kan de biobased economy op gang komen zonder betrokkenheid van de boer? En we hebben het al even in de diverse presentaties over gehad. Wat zal die rol van die boer daaraan moeten zijn? Ja, precies. Een korte reactie inderdaad. Ik denk dat heel duidelijk is dat dat in de basis niet kan. Ik denk dat biobased economy is afhankelijk van grondstoffen en biomassa. De boer is de belangrijke leverancier van biomassa. Naast natuurlijk een aantal andere, maar de boer is er dan heel belangrijk in. En dan kun je op heel veel manieren denken. Ik vond het leuk het voorbeeld van de bosbouw net. Dat de bosbouw een vaak nog niet genoemd onderdeel is vaak van biobased. Omdat we vaak kijken naar de akkerbouwer zelf. Maar de veeteelt, de veehouder is ook een hele belangrijke. Rondom mest wat kan worden gebruikt. Alleen moeten we veel meer zoeken naar de manier waar die boer echt betrokken kan zijn en ook iets aan verdient aan het verhaal. En misschien dat het zo meteen nog wat meer terugkomt, maar ik denk dat op dit moment voor de boer misschien een reden is om daar nog niet meteen de noodzaak van te zien. Maar als wij op een andere manier naar ons economisch waardemodel kijken en de boer daar een onderdeel van kunnen laten zijn, dan denk ik dat daar de grote winst voor boeren te halen valt. En dat ze ook veel meer het gevoel gaan krijgen, hey, dit is belangrijk. Okay. Sophie? Ja, ik sluit mij daarbij aan. Hè, wat Han eerder al zei. Het is belangrijk dat de boer betrokken wordt. Er is al een ontwikkeling in de biobased economie. Die is er al, uitgaande van primaire grondstoffen. Dus de boer speelt er al een rol, maar zonder zelf goed te weten dat hij eigenlijk betrokken is. Grondstoffen als granen, alle primaire grondstoffen, suikerbiet, worden al verhandeld. En gaan naar industrie die de verwerking doet. Meestal naar voeding, soms ook naar andere toepassingen. Dus die boer speelt daar een rol, zonder het eigenlijk zelf te beseffen. En ik denk wat wij vandaag vooral willen doen, is toch bij de boer ook duidelijk maken dat er voor hem wel degelijk een rol zit, die meer is dan gewoon het aanleveren van de grondstof. En ook meer dan enkel de klassieke grondstoffen. Vooral als we zullen gaan naar reststromen van de landbouw, dan denk ik dat we daar toch een grotere betrokkenheid van de landbouw zullen nodig hebben om dat georganiseerd te krijgen. Want dat is iets wat momenteel nog niet bestaat. En dus daar denk ik wel dat we daar toch moeten die communicatie op gang krijgen om zoiets te kunnen realiseren. En ook onderling denk ik dat er voor boeren kansen zijn om zich te verenigen en zelf een toepassing te zoeken voor hun grondstoffen die zij hebben. Het is algemeen geweten, hoe korter de keten, hoe interessanter het ook voor de boer is als ze zelf kunnen rechtstreeks grondstof gaan omzetten. We hebben bijvoorbeeld gezien van die veehouder die dan gennep gaan telen is als alternatief. Ja, er zijn er niet veel die dat doen, maar het toont wel aan dat er kansen zijn om zoiets te gaan doen. Dus als meer boeren daar initieel interesse zouden hebben of daar potentieel in zien, denk ik dat dat een stap vooruit kan zijn voor de biobased economy in het algemeen. Caroline? Ik ben heel blij om die zaken hier ook te horen, dat er inderdaad weer meer kansen wegliggen dan enkel alleen maar het leveren van de grondstoffen. Alleen is het nog niet zo eenvoudig om dat effectief ook te bewerkstelligen en daar dan ook effectief een waarde voor die boer voor te creëren. Dus hij blijft nu momenteel nog altijd gewoon die leverancier van die grondstoffen, die dat dan eigenlijk achteraf verhandeld worden en daar een meerprijs voor betaald wordt. Naar ons inziens is die prijs die dat er dan nu nog altijd voor betaald wordt te laag. Maar hoe dat dan effectief... ik denk sowieso het inzicht dat er effectief met die grondstof iets meer kan gedaan worden, is sowieso al wel heel belangrijk. Maar ja, ik heb daar zelf ook nog wel mijn vragen bij hoe dat we dat dan kunnen verbeteren. Jana? Er is al veel gezegd geweest. Ik denk dat duidelijk is dat we het er allemaal over eens zijn dat de boer een cruciale rol speelt in het hele bio-economie-verhaal. En dat er vanuit verschillende oogpunten kan gestart worden. Het kan starten vanuit de boer, de voorbeelden die ik al heb meegegeven. Anderzijds is het niet altijd even duidelijk voor de boeren, denk ik, welke potentieel dat er ligt en naar welke grondstoffen de industrie echt op zoek is. Ik denk dat daar eigenlijk echt nog veel meer uitwisseling tussen die verschillende partijen moet gebeuren en dat we daarvoor een eerste stap al zetten in de goede richting om hier samen vandaag de discussie te voeren. Dus ik zie wel kansen en vooral logistieke uitdagingen, want het technisch potentieel is er wel al. Ja. Mag ik daar even op inpikken? Ja. Ik ben Sophie. Dus wat Jana zei, vond ik wel interessant, inderdaad. Het probleem is ook vaak dat er geen zicht is op wat er gevraagd wordt aan beide kanten. De industrie weet niet wat de landbouw kan aanleveren, wat er allemaal mogelijk is. En omgekeerd denk ik dat de landbouw ook geen zicht heeft op wat wordt er gevraagd. Wat kunnen wij allemaal doen? Welke toepassingen zijn mogelijk? En daar is het probleem van communicatie, dat je de twee met elkaar in contact moet brengen om die afstemming te maken en te zorgen dat beide op elkaar afgestemd worden. Ook voor de biobaseerde economie is het belangrijk dat we kunnen zoveel mogelijk potentieel van die landbouw benutten. En niet alleen de gekende teelten of de klassieke teelten. En omgekeerd denk ik dat het voor de boer ook zo is. Hij ziet alleen maar de geëikte wegen, maar misschien zijn er alternatieven die ook best interessant zijn, maar die hij niet kent. En het is door interactie te hebben dat we die kunnen misschien bewerkstelligen. Ja. Als ik mag reageren dan weer op Han dus. Ja, maar ik ben helemaal mee eens. Ik denk dat wij als rol hebben, ook organisaties zoals we hier nu op tafel zitten, dat we juist die communicatie moeten doen. Dat we juist via deze weg, via dit webinar... Maar er zijn nog veel meer manieren wellicht om te gaan zoeken. Om met de akkerbouwers, de veetelers van deze wereld. En vooral in Vlaanderen en Nederland even. Om die bewust te maken van de kansen. Ik denk dat boeren veel meer moeten bewust zijn dat de biomassa veel meer een machtsverhaal wordt dan dat het nu is. Als je de grondstoffen in handen hebt en daarvan bewust bent wat de waarde kan zijn van die grondstoffen, dan ga je ook iets kunnen betekenen in het economisch perspectief, in de keteneconomie waar we heen gaan. Ja. Ik denk dat boeren dat moeten weten. Ja. Ik denk dat daar een van de grote kansen ook effectief is om al de communicatie te starten over bio-economie, lespakketten te geven, effectief bij de start in agrarische opleidingen eigenlijk. Dat zij daar al, en ik denk dat dat vandaag de dag nog te weinig gebeurt eigenlijk. Ja. Wat ik ook zie is de benadering, en we hebben het in de verschillende presentaties er ook over, het leveren van een grondstof of het leveren van een reststroom aan die biobased economy. Ergens schieten we onszelf dan ook in de voet als landbouwsector. Hè? Want dat suggereert dan dat we een relatief laagwaardig product leveren. Terwijl als we het hebben over hoogwaardige ketens. En ik zie daar een enorme kans voor dit deel van Europa, waar we juist als landbouw in staat zijn om hoogwaardige productie te telen met hoge kwaliteit, een jaar lang stabiel, ieder jaar hetzelfde. En daar waar dan straks hele specifieke bouwstenen worden gevraagd, die toegepast moeten worden in die biobased economy, ja, dan zijn het wel onze boeren hier in Nederland, België, Duitsland, die producten kunnen telen. Dus daar ligt een enorme kans. En ik sluit me volledig aan dat we niet weten als landbouwsector wat vraagt die chemiesector. En ik hoor dat vraagstuk nu al een paar jaar, hè, van hoe brengen we die twee werelden bij elkaar? En ik denk dat dat een hele uitdaging blijft. En tenslotte is het ook goed te weten, en zeker ook voor de verwerkende industrieën, de chemiepartijen, die grondstof die ligt niet klaar op de akker. En in een van de presentaties kwam dat ook al naar voren. Er liggen geen tonnen reststromen bij iedere akkerbouwer hier in Zeeland op het erf. De schaal waar we het over hebben als boeren is redelijk beperkt. De toepassing van stro in biobased producten is qua potentie enorm kansrijk. Enerzijds heeft het nu al economische waarde. Hè? Die boer die kan het al verkopen. En in toenemende mate geeft hij er ook economische waarde aan voor de bodemverbetering. Dus daar ontstaat een stevige discrepantie. Hè? Waar gaan we een reststroom verkopen? En waar willen we hem als enorme waardestroom toevoegen aan de bodem? Well, misschien kan ik daar gewoon eventjes kort een voorbeeldje aan toevoegen. We hebben ooit de studie gedaan rond het gebruik van reststromen uit de korrelmaisteelt. Het stro van korrelmais wordt momenteel niet in balen geperst en als stro op de markt gebracht, zoals van tarwestro bijvoorbeeld. Het blijft op het veld liggen, wordt vaak ingeploegd, omwille van het koolstofbehoud van de bodem. En er zijn streken, dat is vooral de warmere streken, zoals in Amerika, waar dat stro ook gebruikt wordt om chemicaliën van te maken. En dat is perfect mogelijk. Die grondstof kan je perfect voorbehandelen, daar de suikers uithalen en omzetten in een fermentatieproces. Alleen, dat stro bijvoorbeeld ligt verspreid over de velden. Voor Vlaanderen hebben we dat berekend, hebben we iets van 400.000 ton, denk ik, over Hans Vlaanderen. Dat is best wel veel en daar kan je al een serieuze fabriek voor opzetten om die chemicaliën te produceren. Alleen, je moet het verzameld krijgen, je moet het allemaal bij elkaar krijgen. Het moet ook op een proper manier gebeuren, want de oogst gebeurt meestal in het najaar, als het allemaal nat en modderig is. Dus al die stromen zitten vol met modder. Dat wil je ook niet in de fabriek hebben. Dus je moet je oogsttechnieken gaan veranderen. Je moet bij het afrijden misschien voor zorgen dat die stukken niet meer op de grond vallen, maar rechtstreeks verzameld worden. Dus dat vraagt wel aanpassingen, zowel aan de oogst, als aan het bewaren, als aan het vervoeren en het verzamelen van die stromen. En inderdaad rekening houdend met het weghalen van stromen van de bodem, die een waarde kunnen hebben voor het koolstofbehoud van de bodem. Dat is ook iets wat studie vraagt om te kijken, kunnen we überhaupt die stromen gebruiken of niet? Maar daar zit dus wel potentieel in, maar de toepassing is nog niet zo evident. Nou, en ik denk dat die boer gaat zeggen, het is prima dat je mijn tarwestro wilt gebruiken voor biobased toepassingen, maar welke ruimte krijg je dan onder andere in beleid om aanvullende compost aan te wenden of een ander product aan te wenden? Ja. En we zien nu dat boeren heel erg vasthouden aan hun reststromen. We hebben een vraag gekregen van een van onze kijkers. En dat is, er werd gesproken over marktsturing. En welke rol zien wij daarin voor de overheid? Wie wil er hier antwoord op geven? Dus makkelijk antwoorden van de overheid zit hier niet aan tafel. Wellicht wel aan de andere kant van de lijn. Maar welke rol heeft de overheid als het gaat over marktsturing? Dat is een gevoelige. Ja. Ja. Ik heb dat vermeld in mijn presentatie, aangezien dat we willen blijven inzetten op die voedseltoepassingen. En ik denk dat marktsturing ook wel echt pas nodig is op het moment dat voedsel ook in het gedrang komt. Dus dat het dan, en op dat moment dat er dan meer sturing moet zijn richting die cascade, hoe en wat, is nog een beetje... Ja. Om daar misschien op in te pikken... We zien wel dat momenteel, dus er zijn trends naar toenemende vraag in de bio-economie, maar het probleem is denk ik ook nog dat de fossiele grondstoffen gewoon te goedkoop zijn en te eenvoudig in gebruik zijn. En daar zie ik wel nog een rol voor de overheid in, om daar een evenwicht in te gaan zoeken, om die bio-economie toch te gaan stimuleren. Dat belangrijk is. Misschien ook wel een voorbeeld ervan. Want ik ben het daarmee eens. Ik zie marktsturing nog niet meteen hier voor me, moet ik zeggen. Want wat zou je dan in principe inderdaad moeten sturen? Je kunt heel duidelijk wel de markt stimuleren om met biobased producten bezig te zijn. En dat ben ik eens met Jana. Mm-hmm. Want je kunt bijvoorbeeld zeggen, als je biobased inkopen in de aanbestedingsprocedures van overheden veel meer op de kaart zet en daarmee de producenten van biobased producten meer kansen biedt om hun producten daadwerkelijk al naar overheden toe te verkopen, dan stimuleer je die biobased economy in ieder geval vanuit overheden en daarmee kom je natuurlijk uiteindelijk, als je dan terugredeneert, zal daar de boer ook zijn voordeel van hebben. Want uiteindelijk door biobased producten meer op de markt te krijgen, gaan die biomassa wordt beter verwaard. Wat ik wel nog belangrijk zie in de marktsturing is dat, en dat zie je vandaag ook effectief bij de afvalverwerking, daar wordt wel eigenlijk een vrij grote sturing nu in Vlaanderen toegepast om uw afval en bijvoorbeeld uw bio-organisch afval ook effectief eerst in te zetten voor hoogwaardige toepassing, compostering en dan pas als laatste stap effectief naar de toepassing als biobrandstof, omdat dat laagwaardig is en op zich kan zo'n sturing al wel voldoende zijn. Ja. Als met marktsturing ook bedoeld wordt de boer sturen wat hij wel en niet mag telen, daar heb ik wel een kritische noot bij. Hè? We laten het nu aan de markt over en ik hoop de toekomst ook. Laat die boer zelf kiezen hoe hij zijn bouwplan inricht. We zitten nu in Zeeland en in België is het net zo. Hebben we ook best een areaal met vlas. Nou, dat eten wij ook niet op. Dat heeft ook een biobased toepassing van de historie wellicht al. En die boer die besluit jaarlijks, oké, hoe ziet mijn bouwplan eruit? En ik zou het heel mooi vinden, dat wordt de biobased ontwikkeling, dat er wellicht wel het 5e of het 6e gewas komt, die misschien in de rotatie mee kan worden genomen met uien, suikerbieten, mais, aardappelen en gewas X, wellicht met een goed effect op de bodem of een goed effect op biodiversiteit. En dat we daar tevens een product kunnen leveren of een grondstof voor de biobased economy. Dan creëren we win-win-win. Ja, daar ben ik het mee eens. Want dat betekent dat je belemmeringen wegneemt voor de boeren om inderdaad eventueel innovaties te kunnen doorvoeren. En dat merk je steeds in de biobased economy, dat er altijd weer juridische belemmeringen zijn om innovaties echt tot zijn recht te laten komen. Nou, ik wil graag naar de volgende stelling. Welke goede voorbeelden... Ik kwam naar een andere. Ja, deze. Hoe kan de boer de transitie naar een biobased economy versnellen? We hebben nu veel gesproken over heel veel eromheen, maar wat moet die boer nou doen? Stel, een van onze luisteraars vandaag is een boer en die is enthousiast geworden. Han, waar gaat hij beginnen vanmiddag? Belt hij jou op? Die kan mij bellen, die kan bellen met de Boerenbond, die kan bellen met allerlei organisaties om te kijken van nou, wat zijn op dit moment de good practices? Wat zijn de organisaties waar ik bij kan aansluiten? Waar kan ik informatie halen? Ik zou het ook heel mooi vinden om juist bijvoorbeeld te kijken, als ik noemde net het voorbeeld van kleinschalige bioraffinage, om zich daar meer in te verdiepen en te kijken hoe kan ik het product wat ik rondom in mijn bedrijf en misschien samen met de bedrijven die in de buurt van mij zijn, eigenlijk al heel snel komen tot de kern van dat, of een soort van raffinage van mijn product, dus het uit elkaar halen. Dat betekent dat je het water meteen überhaupt niet meer hoeft te transporteren, dat je de belangrijke mineralen terug kunt voeren naar het land en dat je gewoon een aantal reststromen overhoudt die daarmee een grotere massa gaan krijgen, een drogere massa worden en ook veel makkelijker te transporteren en waarde hebben. Dus als je daar al ziet wat de mogelijkheden zijn, en daar zou ik graag het gesprek hebben met de akkerbouwers, vooral op dat moment, maar ook wel de veetelers, om te kijken wat kunnen ze doen. Sophie, kan de boeren jou bellen met een goed idee? Jazeker, ja. We hebben een aantal voorbeelden, zoals Hans zei, dus vooral kijken naar welke goede voorbeelden zijn er al, welke toepassingsmogelijkheden zijn er. Welke grondstoffen worden momenteel gebruikt en zijn mogelijk. Er zijn een aantal, in Vlaanderen ook een aantal landbouwinstituten die al onderzoek doen naar verschillende landbouwgewassen en toepassingsmogelijkheden daarvan in materialen bijvoorbeeld. Ik denk dat daar zeker een aanknopingspunt is om eens te kijken wat zijn de ervaringen die dat opgeleverd heeft, wat hebben ze daaruit geleerd, wat is mogelijk op beperkte schaal of met inderdaad een samenleggen van een aantal boeren om zoiets uit te bouwen. Voordat we afronden, is er nog iemand die een laatste woord wilt? Ik vind het wel een mooi om nog te noemen in ieder geval. Ik denk dat schaalvergroting iets is wat de komende tijd ook meer op gaat komen. Je ziet gewoon in het boerenbedrijf zie je dat wel als een ontwikkeling. En ik denk dat daar in die schaalvergroting echt mee moet worden genomen. Hoe kun je daar de kansen voor biobased economy meteen in meenemen? Want als je doorgaat op de huidige manier zal dat wellicht geen thema zijn. Maar ik denk dat dat vooral meer moet worden meegenomen. Ik had nog een vraagje voor Han. Ik kwam aan bod dat je ziet dat er al veel grote spelers uit de industrie actief zijn. Maar dat de boeren er nog niet genoeg worden meegenomen. Ik vroeg mij af wat jouw visie was, hoe dat komt dat de boer nog niet altijd met die grote spelers in contact komt. En daarnaast vroeg ik mij ook af, omdat je veel met de landbouwschool ook in contact bent, of dat jullie daar bepaald advies geven ook aan de boeren of aan de leerlingen, om daar toch die link te leggen tussen landbouw en bio-economie. Mooie vraag. Het contact is er wel met de agrarische scholen, maar ik moet eerlijk gezegd zeggen, ik weet niet precies hoe daar de communicatie of de lessen worden verzorgd naar de studenten. Ja. Ik neem aan dat dat echt wel een thema is wat direct wel naar de studenten gebracht wordt. Als zij met een boerenbedrijf willen beginnen of het overnemen van ouders. Dat gebeurt natuurlijk regelmatig. Dat ze daarmee meer kennis hebben van de mogelijkheden van het product. Dus dat lijkt mij wel een logische. Wat is de reden dat het boerenbedrijf minder is aangehaakt in de keten? Ja, dat blijft een lastige. Ik denk zelf inderdaad dat boeren op dit moment gewoon bezig zijn met hun basis. En dat is gewoon het telen van akkers, van mooie gewassen. En dat ze daarmee vooral richting voeding en terecht hun basisverdiensten hebben. En ik denk dat door nu hopelijk meer kennis te geven en meer betrokkenheid te creëren, dat ze meer gaan zien wat de mogelijkheden zijn. Maar het zit van twee kanten. Ja. Het is voor ons lastig om het boerenbedrijf te bereiken. En aan de andere kant is het voor de boer denk ik ook niet evident om met ons contact te zoeken. Ik wou nog een laatste opmerking maken, omdat ik ook nog zie dat er een vraag is. Heeft de agro-ecologische landbouw een plaats in de bio-economie? En u gaf zelf ook nog aan, Han, dat schaalvergroting wel een mogelijkheid geeft, maar ook bepaalde specifieke teelten en kleinschaligheid biedt ook een mogelijkheid. Dus op zich, dat sluit dan weer aan bij Roel. Het is uiteindelijk de keuze ook van de boer waar dat hij zijn mogelijkheden in ziet. Ja, nee, terecht. Oké, dan ronden we dit deel van de webinar af en gaan we naar de afsluiting. Goed, ik ga hier de afsluiting doen. Ik heb een aantal zaken opgeschreven. Er is heel veel aan bod gekomen, dus ik ga niet alles terug kunnen vermelden, denk ik. Maar een aantal zaken die ik toch goed onthouden heb. In eerste instantie, om terug te komen op onze standaardvraag, de startvraag van heel deze webinar, de boer aan de basis van de bio-economie. Het is heel duidelijk dat iedereen vindt dat de boer wel een onderdeel van het verdienmodel of van de keten moet worden en niet louter als leverancier moet gezien worden. En ik heb ook onthouden van Han, grond is eigenlijk moet de basis zijn van de bio-economie. Wat ik ook meeneem is, hernieuwbaar is niet noodzakelijk onuitputbaar. Wat wel tegenover staat van de fossiele grondstoffen die nog steeds als onuitputbaar gezien worden, maar we zien toch die stijgende trend naar de bio-economie. Ik heb ook onthouden dat er eigenlijk al een heel aantal goede voorbeelden zijn. Er gebeurt al heel wat, ook vaak op kleinere schaal. En ik denk dat we van daaruit wel een mooie start kunnen maken en kunnen groeien. En om te eindigen, het cascadeprincipe, de competitie voor biomassa en grond, is een heel belangrijke die moet blijven gevoerd worden. En de open discussie houden van het werken met nevenstromen, dat Sophie zei, of het werken met echt productie van materiaal voor de bio-economie. Om af te sluiten, deze webinar is georganiseerd vanuit het Enabling-project. Enabling is een Europees project gesteund vanuit Horizon 2020, waarbij dat een aantal Europese partners, ik denk 17 partners, in een heel aantal Europese landen de bio-economie willen stimuleren met goede voorbeelden te delen, met alles in kaart te brengen en met webinars te organiseren zoals deze. Alles is ook opgenomen en zal online gezet worden. En de gegevens van de sprekers staan normaal vermeld doorheen de presentaties. Als er nog vragen zijn die nadien komen, aarzel niet om die aan een van ons door te geven. Dank jullie wel om allemaal deel te nemen. En we horen wel als er nog vragen zijn.